Good morning. Het is vandaag dinsdag. En dan is het dus de vierde dag, want het is 4 juni. Helemaal goed onthouden. Wij gaan even lekker naar het ontbijt toe. Ik heb net dus al 5 kilometer hard gelopen. Goed bezig. Het ging een beetje moi, omdat het echt heel warm was en ik niet wist waar ik naartoe moest rennen. Dus ik ging een beetje, ja. Het was een beetje een improvisatieroute. En dit zeg je eigenlijk een keer voor in de avond. Maar ja, in de avond doe ik een lange broek aan. Dus ik dacht, dan doe ik hem nu gewoon aan. En daaronder heb ik een bikini van Lovies. Wij gaan nu naar beneden toe. En dan gaan we even lekker ontbijten. En dan gaan we even kijken naar welk strand we willen. Yes? Zullen we getten? En dit is die nieuwe ketting die ik gisteren heb gekocht. Zo. En een nieuwe ring. Die zit hier. Helemaal roze ben ik dit thema deze keer. Nou, het is wel een beetje standaard routine geworden. Maar we zitten weer bij het ontbijt. Dit ding zit volgens mij verkeerd om. Want hij knelt een beetje mijn nek. Zo. Ik heb weer gewoon lekker een yoghurtje met wat aardbeien. Ze hebben hier allemaal lekker vers fruit. Het ontbijt zit hier dus inclusief. Dus we gaan in de ochtend gewoon steeds lekker ontbijten. En vandaag hebben we een stranddagje op de planning. We zijn gisteren echt de hele dag in Palma geweest. En we dachten, vandaag is het wel lekker om dan even naar het strand te gaan. Het is ook de eerste echt warme dag. Dus nu kan ik vandaag lekker zoomen. Want eigenlijk heb ik nog niet echt heel veel in de zon gelegen. Omdat het weer dus een klein beetje tegenviel in de... Heel lekker. Wij zitten in de auto, want we gaan nu lekker naar het strand toe. We gaan naar een beachclub toe. Want in Mallorca moet je wel even goed kijken of er een, iets bij zit. Of er bedjes zijn. En we willen gewoon lekker de hele dag op het strand liggen. Dus we gaan even bedjes zoeken en bij een beachclub liggen. Zodat we ook wat kunnen eten en drinken. We gaan nu even de ramen schoonmaken, want ze waren echt zo goor. Je kon er echt helemaal niks doorheen zien. Dus je ziet mijn moeder hier even strijden. En dan gaan we lekker zonnen. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik heb uiteindelijk toch even een spijkerbroekje aangedaan. Want ik vond het rokje niet heel lekker zitten. Dat had ik ook meer bedacht als avondoutfit. Maar zoals ik misschien al 100 keer heb gezegd. Is dat nu een beetje veranderd. Kijk, en daar gaat ze de vooruit. Even schoonmaken. En we willen dus ook nog een dag naar Valdemossa. Als ik het goed uitspreek. En dan willen we daar een dagje gewoon rondkijken. Het is een oud stadje. Dus helemaal zin in. Nou, er komt ze weer hoor. En we hadden ook best wel veel tips gekregen. Maar wij zitten dus helemaal in het noorden. In het noorden heb je eigenlijk een paar hele mooie stranden. Maar die baaitjes zitten eigenlijk allemaal in het zuiden. En dat is een uur en een kwartier rijden of zo. Dus ja, we willen er wel een paar doen. Maar we willen ook niet elke keer een uur en een kwartier heen en een uur en een kwartier terug in de auto zitten. En ik ben er ook wel eens een keer geweest, dus ik weet hoe het eruit ziet. En bij heel veel plekken heb je dan geen bedjes. Op zich vind ik dat niet heel erg, maar mijn moeder vindt het ook wel fijn met haar rugje om lekker op een bedje te liggen. Nou, de ruiten zijn gedaan, dus wij kunnen naar het strand. Nou, wij zijn aangekomen op het strand. We liggen dus nu bij die beachclub en dat is Numa Beachclub. Heel mooi ziet dat eruit. Hebben ze ook strandbedjes daar. Maar ik denk dat dat dubbel zo duur is als de bedjes hier bij het strand. Dus we hebben gewoon lekker een bedje bij het strand. En ik denk dat deze gewoon weer 15 euro zijn voor allebei en een parasol, denk ik. In ieder geval hiernaast was dat toen ook zo. Dus hier gaan we lekker de hele dag vertoeven. Verbranden. Lekker burnen. En dan gaan we ervoor. Ja, dan wil ik jou ook niet meer horen zeuren, hè, na vandaag. Ja, mam, ik had gewoon een stranddag nodig. Papa massage. Really good. Gracias. Papa Mila. No, thank you. Really good. Shoot, big, no, thank you. Really good. No, thank you. Eigenlijk moet je het wel doen voor de vlog. Massage.
Nou, weet je wat het is? Ik vind dat nooit zo lekker op het strand, zo'n massage. Want het is even duur als een echte en dan lig je zo. En dan al dat zand ook altijd. Een soort schuurmassage is het dan. Ja, je bent wel gelijk gepield ook. Ja, zo'n... Peeling. Kijk, als ze mijn voeten wil masseren, vind ik het helemaal prima. Nou, wij hebben net even op het strand gelegen, een paar uurtjes. En we gaan nu even wat eten. We gaan even een kipburgertje eten met wat frietjes en even wat drinken. En het strand hier is echt heel fijn. Je hebt erachter dus ook van die beachclubs, wat duurdere, maar we zitten nu bij een wat goedkopere. En het water is hier zo mooi blauw. Ik zal het zo meteen nog even filmen. En we hebben lekkere bedjes, voor 14 euro was het toch? 14 euro voor twee beetjes en een parasol. En het is ook nog eens heel mooi. Cheers. Even een lekker snackie. Ik ga hem gewoon snijden, ja? Dan kunnen we het gewoon allebei pakken. Een soort kipburger. Dat is dus sympathiek. Als het een kartonnen of een papieren dingetje is, die je gewoon open kan maken. Nou, bon appetit. Eet smakelijk. Nou, we hebben echt de hele dag hier gelegen. Ik weet niet of je me hoort. Het is nu 5:10 en we gaan zo terug naar het hotel. Maar ik wilde jullie toch nog even het strand laten zien. Zodat jullie even een indruk hebben. Als eerste zitten er zo kluisjes bij de bedjes. En dit is dus 14 euro voor dit allemaal. En kijk, het water is dus echt... zo blauw. Ik hoop dat jullie me horen, maar kijk, het is echt gewoon lichtblauw water. En het is echt een heel lang strand. Lichtblauw water. En wat dus heel chill is, dat heb je dus niet overal, is dat hier zitten dus van die beachclubs. Hier zit bijvoorbeeld dat Numa, dat is wel echt best wel luxe. Maar je hebt daar ook wat goedkopere dingen. Wij hadden de vorige keer een beetje de fout gemaakt om ergens anders te gaan liggen, een beetje afgelegen. Dan heb je helemaal niks. Dus ik zou zeker bij een beachclub gaan liggen. Nou, wij zijn weer terug op de kamer. En ik heb net al even lekker gedoucht. En ik ben dus vandaag echt super bruin geworden. Want ik word dus wel echt best wel snel bruin als ik in de zon lig. Dus dat is top. Dus we hadden vandaag lekker de eerste dag in de zon. En ik ben dus nu weer even een beetje aan het improviseren met mijn kleding. Want het is heel koud in de avond, zoals ik al 100 keer heb gezegd. En ik wilde dus eigenlijk een topje aandoen die ik dus ook weer voor overdag had. En dat is namelijk deze. Het is eigenlijk ook weer een setje, dus hierbij hoort zo'n kort broekje. Maar ik had hem net aan met een BH, maar hij schijnt heel erg door. Ik had hem ook eigenlijk voor met een bikini bedacht. Alleen... toen had mijn moeder dit hemdje mee, gewoon een wit hemdje. Dus ik dacht, als ik hem nou zo aandoe, dat ziet er misschien wel leuk uit. Maar ik moet straks eventjes goed in de spiegel kijken. En dan heb ik dus deze broek eronder. Dan zal je vast denken, is heel heet. Maar we gaan vanaf het eten bij het water, dus ja. Ik dacht, dan doe ik gewoon deze broek aan. Volgens mij zie je er nu echt alleen helemaal niks van. Zo, dus dan deze broek met dit topje. Maar ik moet straks even goed kijken of het leuk is. En kijk, ik ben dus echt best wel bruin geworden. Alleen mijn huid, het is echt een mes. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga eventjes, misschien doe ik mijn haar ook wel vast. Want het is ook wel een beetje, niet echt vettig, maar gewoon een beetje viezig of zo. Alleen, ik wil niet elke dag mijn haar wassen. Dus dat. En we gaan straks lekker bij de haven dan eten. En gewoon helemaal weer chillen avond. Misschien doe ik deze ketting om. Is wel heel kleurrijk. Maar wel leuk. Ik moet zo even kijken. Ik had ook nog deze ketting nieuw. Die vind ik ook wel echt heel leuk. Maar misschien leuker als ik zo'n open nek heb. Ik ga nog even kijken. Wij hebben ons helemaal klaargemaakt. Waar gingen we nou eigenlijk naartoe? Gewoon naar de haven, toch? Ja. Ja, we gaan zo meteen naar de haven lopen.
En ik heb uiteindelijk deze broek aan en dan dit topje erop. En ik heb mijn haar even vastgedaan, want het was een klein beetje vettig. En nu kan ik er nog een dag mee door. Zo handig. Zo'n goede oplossing. Dus wij gaan nu eventjes ervan door. Het is wel eventjes een stukje lopen. Maar dat is ook wel even goed. Even wat beweging. En dan gaan we lekker eten. Ik heb nog steeds eigenlijk geen trek. Maar ik denk als je daar zit. Ja, dan heb je wel weer trek. En een stukje loopt. Ik vind toch deze ketting niet zo. Even snel de ketting wisselen. En dan kunnen we gaan. Dan kunnen we gaan. En ik heb net 2 TikToks opgenomen. Ik ben echt goed bezig met TikToks maken. Dus als je het leuk vindt, kan je al de TikToks van de vakantie nog even gaan bekijken. Wij gaan nu lopen naar de haven. Helemaal gezond. Vanmorgen hardlopen. 20 minuten heen, 20 minuten terug. Zo komen we aan onze stappen. Maar 5 kilometer hardlopen is al 8000 stappen bijna. Ja. Nou, wij gaan in ieder geval even lopen naar de haven. Mama heeft een restaurant uitgekozen. Toch? Ja. Wat is er? Is dat nu al vast dat je straks zou zeggen dat het niet oké was? Ja, het was zo smerig. Mama, wat voor restaurant is het dan? Como en Casa. Alsof je thuis eet. Zo lekker. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ik heb speciaal voor jou gekeken wat er allemaal op de kaart staat. Ja. Ze hebben hele lekkere kindermenu's. Kinderbambino. Voor de bambino. Zo noem je dat toch? Ja. Nou, helemaal lekker. Nu al zin in. Volgens mij is Spaans, Italiaans. Oh. Maar... Nou, als voorafje hebben wij even een springroom. Allebei eentje. Even voor een lekker hapje. Pak maar hoor. Appetizer. Zo is heel heet. Die komt, springt zo de frituur uit. Het is een beetje chili. Dat, ja, een beetje snel. Volgens mij is het het beste om te zeggen. Had je niet je bakkie? Dat wel. Dat heb je heel lekker. Ja, ik laat hem wel heel even rusten. Mm. Ik vind het lekker. De rode curry. Voor jou ziet er ook echt heel lekker uit. Ja. Ja. Alleen moet ik dit gewoon hierop doen, denk je? Of hoe denk je dat dit werkt? Nou, je moet rijst doen en dan dit. Dit er gewoon overheen doen, toch? Ja, erbij ernaast. Ja. Nou, wij hebben echt super lekker gegeten. En we zijn nu bij de haven. Het ziet er heel mooi uit. Er liggen echt honderden boten. Niet normaal. Er ligt echt heel veel. En we gaan dus even kijken, want hier, je kan deze bootjes ook huren. En we gaan even over de boulevard lopen daar zo. Let's go. Good morning. Het is vandaag woensdag, toch? Ja. Woensdag 5 juni, dus de 5e dag. Heel handig om te onthouden. En ik ging vanochtend hardlopen, ging niet zo heel goed. 3 kilometertjes. En we gaan ons nu klaarmaken voor het ontbijt. En daarna gaan we naar Solaire toe. Een startje hier zo. Het is ongeveer, volgens mij was het een uurtje rijden. En het is een oud startje. En we gaan daar dan even rondlopen. En dan gaan we daarna lekker naar het strand toe. Oh, heel mooi beeld zo van de onderkant. Gisteren heb ik mijn haar niet gewassen. Dus het is nu best wel vet. Dus ik doe het heel even vast. En nog wel even een vlecht in doen. En dan gaan we lekker ontbijten. En gisteren zijn we dus voor het eerst naar de haven geweest. En het was echt heel erg leuk. Dus we zijn wel van plan om misschien vanavond of morgen of in ieder geval een dag terug te komen naar de haven. Want het was echt heel leuk en mooi. En je had weer hele andere soort restaurantjes dan hier in Alcudia. In Alcudia heb je veel tapas. Dat heb je daar natuurlijk ook. Maar ook heel veel andere dingen. Dus gisteren... hebben we heel erg lekker gegeten. En we zagen ook een hele leuke pizzeria. En een... ik weet even niet meer wat voor iets anders. Dus ja. Dat gaan we zeker ook nog een keertje doen. Nou, we zijn al een uurtje onderweg. We zijn er bijna over 10 minuten. Helemaal mooi tussen de bergen. Wij zijn aangekomen in Solaire. Soyer. En we zijn dus nu bij de haven. En daar zit ook een strand bij. En het ziet er echt heel mooi uit. Ik weet niet of je het nu heel goed kan zien. Kijk, en daar komt het treintje aan. En dat treintje gaat dus naar boven, naar de stad. Helemaal leuk. In het treintje.
Wij zitten in het treintje. Hij gaat zo rijden. 9 euro heen, 9 euro terug. Best wel prima. Kunnen we wel gelijk naar de stad kijken. We dachten eerst we gaan lopen, maar het is een uur lopen. Nee, omhoog. Een uur omhoog, 5%. Nou, wel heel leuk. Nou, daar gaan we. Langs het strand. Helemaal mooi. Pas op dat je er niet afvalt. Ja. Dat vind ik namelijk echt iets voor jou. Ja. Zo half. Nou, wij zijn aangekomen in Solaire. Daar gaat het treintje weer, waar we net in zijn geweest. En daar is de markt. We gaan nu even gewoon, misschien even lunchen. Gewoon even lekker winkeltjes kijken, heel leuk. Oh, daar komt die. Oeps. Uit erin. Mm-hmm. Lekkerste ijsje tot nu toe. Soms denk je, ik kan geen verschil in, maar dat hoeft niet. Ze hebben echt overal hele andere smaken. Hier hebben ze best wel basic dingen. Wat heb je nu? Caramel? En kers. Ja. Nou, we zijn weer aangekomen in de haven. Kijk hoe mooi. Op beeld komt altijd veel minder mooi over, maar we gaan dus nu lekker op het strand liggen. Heel veel zin in. Lekker eventjes sunnen. Nou, wij liggen al de hele dag op het strand. We hebben niet echt geluncht, we hebben gewoon een broodje even gehaald. Stokbroodje. En we hebben denk ik, hoe laat is het nu? 4:15. Zullen we gaan? Mijn oortjes uit de prehistorie. Heerlijk in de zon gelegen. Het was heel lekker, alleen er stond zo weinig wind. En het was, deze dag was heel heet. Ook omdat je in een soort, ja, wat lig je, een beetje in een nisje. Ik ga het even laten zien. Dan ga ik mijn spullen pakken. Waar kunnen we gaan? Volgens mij had ik het al een beetje laten zien. Dan kijk hier omheen. En hier hebben we dus de hele dag gelegen. Wel een aanrader. Nou, wij zijn alweer een tijdje terug. Heerlijk gedoucht. Haren gewassen. Ik heb ze net ook gelijk mijn haar gefeund. En ik heb heel veel deze haarband in, want ik ga even wat make-up op mijn gezicht doen. Op mijn giegel. Maar ik wilde eerst eigenlijk even iets op mijn lichaam smeren. Namelijk deze glitters. Want deze had ik gekocht, maar ik heb hem nog helemaal niet gebruikt. En die heb ik speciaal voor vakantie gekocht. Dus ik vind dat ik hem dan vandaag ook eventjes op moet doen. Zo. En nou, we hebben dus een beetje een luie dag vandaag. We hebben ook niet echt ergens zin in. Maar we gaan toch even zo meteen weer naar de haven lopen. Want we vonden het gisteren echt heel erg leuk. En dan gaan we misschien gewoon even wat tapas eten. Of we moeten eventjes kijken wat we willen. En ik heb nu een setje aan van de Zara. Zo. Deze. Heel erg leuk. Ik vind deze kleur altijd heel erg mooi. En ik ga er zo meteen nog oorbellen bij doen. Maar ik ga eerst eventjes wat make-up op mijn hoofd doen. En mijn hoofd blijft altijd best wel wit vergeleken de rest. Omdat ik er echt factor 50 op smeer. Omdat ik liever niet wil dat mijn hoofd verbrandt. Omdat het heel slecht is. Dus dan doe ik liever zelfbruin op mijn gezicht. En ik denk ook dat ik misschien even geen foundation op ga doen. Maar ik doe altijd deze op. Hier zit wel SPF in, maar er zit dus ook een kleurtje in. Dus dan wordt je huid een beetje bruin. Wij zijn naar de haven gelopen. En we zitten bij de pizzeria. De pizzeria. En ze hebben dus heel groot terras. Dus wij zitten even lekker hier. Lekker rustig. Hoe laat zou het zijn? 8:30 of zo? Ja. Ik denk echt wel laat. Minstens. 9:10. Okay. Nou ja, goed. Ik ben blij dat ik geen make-up op heb gedaan. Dat moet ik vanavond ook niet op te halen. En ik heb dus voor nu mijn eerste alcoholische drankje besteld. Ik ben heel benieuwd. Lekker chitietje. Ja. Maar ik vind het wel lekker dat hij fruitig is. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, die lekkerste vind ik altijd pink gin. Dat hebben ze bijna nooit ergens.
Dat is wel lekker. Het is. Voor jou ziet het er ook echt lekker uit. Ja, dit is heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mm. Eet smakelijk. Maar ik snapte nou niet wat dit was. Wat zit er? Chili? Kan er zowel de basilicum op doen? Voor, hè? Nou, wij zijn klaar met eten. Het was echt heel lekker. Maar je doet het ook bien. Ah, je hebt een postre dessert. Nou. Dank je wel. Dank je wel. Nee, het is wel echt een aanrader om een keer hier te gaan eten. Het heet Giuseppe. Het heet Chloe. Of Chloe bij Giuseppe, denk ik. Heel lekker in ieder geval. Het zit bij de haven van Alcudia. Echt heel lekker Italiaan. Wij zijn terug. Het was wel echt een stukje lopen, zeg. Mijn hart was vandaag wel lekker warm. Oh, ik wil het even laten zien. We zijn ook nog heel even langs de Allee Hop gelopen. Ja, en ze hebben er altijd echt hele leuke dingetjes. Dus ik heb deze van mama gekregen. Een to-do-lijstje voor werk. En zelf heeft ze deze gekocht. En ze hadden ook hele schattige boekjes. Deze gewoon wit van de binnenkant, toch? Ja. Ja. Met een pennetje erbij. Helemaal cute. Had je niet nog één? Ja, voor Esther. Oh ja. Voor mijn zusje. Helemaal leuk, man. Dezelfde. Met deze ben ik ook heel blij. Goedemorgen, zonnestraaltjes. Het is vandaag donderdag 6 juni. En wij zijn net lekker wakker geworden. Gisteren hadden we echt mega veel gegeten. Ik had gewoon de hele nacht dat ik een beetje last van mijn maag. Maar het was wel echt heel lekker. Het was echt een aanrader. Ik weet alleen nu even niet meer hoe het heet. Giuseppe of zo? Ja, zoiets toch? Nou, het was in ieder geval bij Alcudia haven. En het was echt heel erg lekker. En vandaag gaan wij weer lekker naar het strand toe. Heel veel zin in. Ik heb een nieuwe bikini aan van Lovies. En wij gaan lekker weer de hele dag bakken op het strand. En we gaan nu eerst natuurlijk weer eventjes ontbijten. Ik denk weer een beetje hetzelfde als altijd. Kwarkie. En een eitje. Dus dat eigenlijk. Nou, helemaal enig. Heerlijk. We eten elke ochtend wel veel eiwitten. Nou, ik maak iets minder, maar dat ik moest niet laten proberen. Was het lekker? Nou, wij hebben alweer een paar uurtjes op het strand gelegen, maar het is vandaag echt heel heet. Dus we gaan nu even lekker lunchen. Lekker. Ik vind dit strand wel fijn, behalve die verkopers. Dat is iets too much. Het is hier echt chill. Mm-hmm. Maar het strand is hier wel het chill. Mensen met die kruiwagen, ik heb het net aan. Toet ik ook anders. En we zijn ook weer daarna. Mm-hmm. Maar die staan daar gewoon. En die gaan niet. Ja. Bij sommige verkopers spreek je gewoon 8 keer aan. Dezelfde. Even een kleine middagsnack. Nou, wij zijn weer terug op het strand. We hebben echt de hele dag geburnt. En elke dag wordt dus onze hotelkamer schoongemaakt. Echt super lief. Echt elke dag met nieuwe handdoeken. Alleen ze doen het steeds zo. Doen ze die lichtjes aan. Die pyjamaatjes leggen ze helemaal cute neer. Maar ik snap dus niet zo goed waarom ze dat licht aandoen. Maar dat zal aan mij liggen. Is toch zonde, hè? Nou, wij hebben ons dus klaargemaakt. Ik heb 600 miljoen TikToks net gemaakt. Maar het was het waard. Mama heeft lekker de haar even kunnen feunen en wassen. En ik heb nu dit setje aan. Heel leuk. Very cuteness. Volgens mij is het dus vandaag heel lekker warm. Dus nu kan ik voor het eerst. Voor het eerst lang met mijn mouwen. Voor het eerst lang met mouwen. 34 jaar. Wij zitten weer op ons lievelingspleintje in Alcudia. We gaan nu wel wat anders eten. Ik heb entrecote besteld. En mama heeft lekker tapas. Gaan we lekker eten. En ik heb dus nu deze oorbellen in. En ik heb net allemaal TikToks opgenomen. Volgens mij vertelde ik dat net eigenlijk al. En ik heb lekker een spriteje, want die cola kwam echt mijn neus uit. Echt lang mijn haar, hè? Mm-hmm. Ik vind het wel mooie lange haar. Vind jij niet mooi? Ja. Vind je de foto's leuk? Ja. Mooi licht, hè, daar. Ja. Heel lekker. Nou, mam, jij hebt ook genoeg... De kanen. Onze laatste volle dag, man. Nou, hè.
Goedemorgen. Ja. Laatste lekkere dagje op het strand. Ja, ook in de laatste volle dag. Ja. Ja, eigenlijk hebben we morgen ook nog een hele dag, maar ja. Laatste volle dag. Ik heb echt geen idee of ik deze week, hoe heet het, meerdere vlogs kan maken of één lange vlog. Voor mijn gevoel heb ik best wel veel gefilmd. Maar ja, dat weet ik nooit. Het is vandaag onze laatste volle dag. En we gaan straks lekker naar het strand toe. Het is nu nog een heel klein beetje bewolkt. Maar dat gaat straks wel weer wegtrekken. Gisteren was het echt super warm. En ik dacht, ik doe nu voor het ontbijt even deze aan. Dit setje. Ik had hem deze week wel al met een andere broek aan. Maar ik dacht nu even het complete setje. Nu is genoeg jouw grapjes. Nou, heb je de auto op slot gedaan? Wij waren naar... Gaat ze hier parkeren? Kan. Oké. Okay. Wij waren naar Inca gereden. Dat was niet echt een groot succes. Dus we hebben net echt anderhalf uur in de auto gezeten. En we zijn nu bij Calapi nog iets. Ik weet even de naam niet. We gaan hier lekker op het strand liggen. We moesten net echt de meest gevaarlijke bergroute ooit. En ik mocht rijden. Allemaal hele scherpe bochtjes. Maar volgens mij is het het wel waard. We hebben net al eventjes zitten gluren. En het zag er heel mooi uit. En nu gaan we hopen dat er strandbedjes zijn. Nee. En gaan we lekker... Jawel, ik heb net opgezocht. Zijn strandbedjes? Waarom zeg je nou gelijk nee? Ik zag ze niet. Dan heb jij niet goed gekeken nee. Met die oogjes. Nou, dan hoop ik dat jij gelijk hebt. Zoals gewoon. Ja, ik heb altijd gelijk. Omdat jij altijd gelijk wil hebben. Ja, dus wij gaan nu lekker naar het strand. Pas jij daar doorheen met je billetjes? Oh, makkelijk. Nou, en ze hebben hier dus ook gewoon een restaurantje zitten. En we gaan nu naar het strand lopen. Ik ben heel benieuwd. Eventjes kijken. Het is heel mooi. Heel lichtblauw water. Nou, ik heb letterlijk de hele dag niks gefilmd. Echt een goede vlogger. Ja. Ja, er was genoeg te filmen. Ja, er was genoeg te filmen vandaag, maar ik heb niks gefilmd. Nou, we hebben de hele dag op het strand gelegen. Het lekkere zand hier. En hoe laat is het nu? 5:30. We gaan nu naar huis. Douchen. Neem jij dat blikje even mee? Oh ja, die is nog van mij. Nou, ik spreek jullie zo. Oké, nou, het is inmiddels alweer heel laat. We hebben de hele tijd op bed gelegen. Wat doe je, man? En ik heb niet zo heel veel zin om mijn make-up te doen, dus ik dacht, ik doe een heel klein beetje. De no make-up make-up. Nou, dan ga ik hem neerzetten. Dit is niet echt een handige positie. Hij glijdt het weg. Oké. Okay. Nou, het make-upje zit weer op het giegeltje. Doe nog heel even wat oorbellen in. En dan gaan we naar de haven toe. De camera bestaat erin. Heel lekker. Bon appétit. Good morning. Het is vandaag zaterdag 8 juni, onze laatste dag. Vanavond vliegen we terug naar huis. Dus eigenlijk was gisteren echt de laatste dag. We zijn gisteravond nog lekker uit eten geweest. Volgens mij had ik dat niet gefilmd. En we gaan nu nog vandaag even lekker naar het strand. Want we vliegen pas om 11 uur. Ik ben... Gisteravond hebben we onze koffer ingepakt. Dus dat is allemaal al gedaan. We gaan zo meteen nog even lekker ontbijten. Dan gaan we dus naar het strand. En dan gaan we ons daar een soort van klaarmaken voor het vliegtuig. Want we hebben niet echt
in ons hotel hebben ze niet een, ja, een badkamer of iets. Of iets waar je je kan klaarmaken. Dus dat wordt een beetje improviseren. En het is vandaag bewolkt. We gaan weg en het is bewolkt. Kijk maar. Helemaal bewolkt. Wij zijn aangekomen op het strand. Dit is dus een hele leuke beachclub, Muro Beach. Een aanrader, maar kijk hoe bewolkt het is. Het lijkt net of de hele lucht vol met zand zit. Dat hebben we de afgelopen dagen nog niet gezien. Maar, ik zal jullie wat vertellen, zelfs als het bewolkt is, kan je bruin worden. Doordat de lucht of zo, of dat de UV-stralen in de zon weer kaatsen, kan je zelfs soms nog bruiner worden dan normaal. Dus vandaag moeten we onze kans grijpen. Gelijk het water ziet er dan ook minder blauw uit. Als er minder zon is. Dus we gaan nog even het laatste uurtjes burnen. Burnie burn. Kijk, daar is de douche. Heerlijk. Kunnen we straks lekker douchen. We hebben lekker de hele dag op het strand nog gelegen en we hebben ons net even een soort van klaargemaakt. Dus ik heb mijn vliegoutfit weer aan. Veel te heet, maar ja. En we zitten nu nog even lekker op het terras, want we gaan over 2 uurtjes gaan we ongeveer weg. We moeten de auto terugbrengen en dan vliegen we daarna om 10:30. Dus we gaan nu nog even lekker wat eten, zodat we op het vliegveld geen trek hebben. Dus dat. En we zitten heel leuk in een soort tuintje. Heel cute. 1/2 uur vertraging. We gaan instappen. 11:00 ondertussen. Normaal sliep ik al op deze tijd. En de boyfriend komt ons ophalen. Nou, ik ben weer thuis. Het is zelfs al de volgende ochtend. Ik heb heerlijk geslapen in mijn eigen bed. Uiteindelijk waren we pas om 3:30 volgens mij thuis. We hadden echt mega veel vertraging. Dus dat was wel een beetje stom. Maar ja, het is niet anders. En toen ik thuis kwam, lagen er allemaal bloemen voor mij. Echt super lief. Rozen hier en rozen daar. En was het hele huis opgeruimd. Love my boyfriend. En een perspakketje. Maar komt ideaal uit. Want ik moet straks natuurlijk mijn hele koffer gaan wassen. Dus dat. Maar ik hoop dat jullie de vlogs leuk vonden. Want ik ga hem ook gelijk afsluiten. Ik ga straks even sporten. En dan morgen moet ik gewoon weer werken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!